Oh, ik denk, ja, het zal de hele wiel worden misschien, wat weet ik ervan. Als ik het maar weet, hè. Ja. Ik baalde enorm. Want ik had ook gasten afgelopen zaterdag. En met die vrouwen ging de stad in. Ja, en dan in een dag, weet je. Maar ook is er eentje in ons midden. En dat is onze Marcel. Jazeker. Dus hij zit aan een watertje, heeft hij er net zelf even ingeschonken. Moet kunnen. Ja. En televisie zitten te kijken. En ik was even voor Karin wat aan het doen. En dan kwam weer weg. En ik was ook zelf bezig om de vlog van vandaag te delen. En dan ook nog een vlog in elkaar zetten. Daffy, hey kerel, hi mijn mannetje, Rijka, hi, was jij gauw aan het poetsen, En hier ligt onze Elwing, ja ja. Maar in ieder geval lieve vrienden, welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Want ja, daar zijn we gewoon bij aanbeland. En het is vandaag dinsdag, de 9e van de 4e, 2024. En we leven alweer om 8 uur 54. En de meisjes zijn al uitgelaten. Ja, ik ben al het hele blok om geweest. En dat is toch koud bij gisteren vergeleken. Gisteren had ik het er niet had aan en dan moet ik me dit keer weer aan. Ja, echt groetje koud. Boe, ik had zelfs mijn vest er ook onder, hè. Het is echt koud, ik had sjaal om, echt. Maar waarom ik er zo vroeg uit ben? Nou ja, tussen 9 en... Ja, waar is mijn mobiel? Hier. Tussen 9 en 11, geloof ik. Welzorg. Ja, 9 april 2024, tijdsblok 9 uur tot 11 uur. Tijdsduur 24 minuten. Ja, zo lang duurt het voordat ze dat klaar moeten hebben. Maar of dat 24 minuten moet duren, een paar boutjes los, bandje wisselen, want ze wisselen hè, de wiel. Ze doen geen nieuwe band erom, nee, het is een andere wiel, een nieuwe. En ja, ik heb ook gezegd, de rechterwiel, die vertrouw ik ook niet helemaal. Dus er wordt ook nog nagekeken. En dan is het ook nog uitloop, meestal van 20 minuten, dus 20 minuten later kunnen komen. Maar ja, we wachten het gewoon af. En dan kunnen we weer tuffen. Ja, en we krijgen vandaag ook nog eens een keer slecht weer, ook dat nog. Dus ja. Ik moet toch wel even wat boodschapjes doen. Weten jullie dat, ja. Ik heb nog helemaal niks gehaald, hè? Nee. Vorige week ook niet. Zover ik me kan herinneren. Maar ja, de dame en de heer die eten donderdag weer hier. Dus dan ga ik, denk ik, kapucijnenschotel maken. Maar ik doe het lekker makkelijk. Want je hebt ook kant-en-klare potten. Ik haal er gewoon een en dan rijst erbij en dan heb ik in de koelkast nog een pot pikkelilie. Nam, 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 dat wordt weer smullen. Ja, daar maak je mijn maagje ook wel weer blij mee. Dat is heerlijk. En ik dacht, ja, nou ja, nee, mijn maagje wordt niet blij, maar mijn buikje wel. Mijn maagje die zal wel weer last krijgen, ben ik bang. Want ja, het is weer zuurig en alles. Ja, enkel komkommer, dat ja, maak ik niet klaar. Normaal, vroeger haalde ik ook komkommer en dan maak ik er een komkommersalade erbij. Maar, nee, krijg ik ook niet meer. Ik ben er gek op hoor. Maar, piep, krijg je die maag in opstand. Ja, helaas wel. Ook hekkel koffie en een broodje. Dus helemaal lekker.
Ja, hè, kind. Ja, hè. Of niet dan? Of niet dan? Dan leg je de kop er maar weer bij deel. Standbeeld. Ik wil er ook iets gaan meteen en weer. Maar voor de rest is het standbeeld. Rijka. Koek, koek. Nou ja. Hé, hey, standbeeld. Ja, die zullen straks wel weer tekeer gaan. Maar ja, niks aan te doen. Ik hou in ieder geval mijn fatsoen. Maar ja, die twee dus niet. Maar oké, okay, lieve vrienden, het is dus zo, als ik al zei, geen mooi weer, het is grijs, het is grauw, het is triest. Ja, het is verdrietig weer, zeg maar. En om nou verdrietig te zijn, nou nee, ik ben niet verdrietig hoor, nee hoor. Ik ben vrolijk momenteel, maar ik kan vanmiddag wel weer chagrijnig zijn omdat ik een donder krijg, omdat ik nog moe ben. Nou ja, we zien wel wat we doen. Ja toch, gaan er gewoon voor. Maar voor nu zou ik zeggen, geniet gewoon van alles met wat jullie doen en geniet ook een beetje met ons mee. Tot later, doei doei. Ja, ja, dat wordt een krap. Ja, lieve vrienden, de monteur is er. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik zei al, ik ben een vlogster hoor. Daar heeft hij geen problemen mee. Nee. Ja, en je ziet, ik heb een heleboel aan mijn stuur hangen, hè. Gaat Speedy Gonzales. En dat huis staat in de stijgers. Ik zal even het klepje omdraaien. Ik zie zelf ook wat ik film. En een bus vol met troep. Ga je nou een wiel, een band verwisselen? Of? Ja. Oh, ik denk ja, het zal de hele wiel worden misschien, wat weet ik ervan? Als ik het maar weet, hè. Ja. Ik baalde enorm. Want ik had ook gasten afgelopen zaterdag en met die vrouw was ik de stad in. Ja, en dan in ene dat, weet je. Oh, het is het koud, Mings. Maar gisteren vergeleken? Mooi koffertje, hè? Ja, ze moeten eigenlijk bij die scootmobiel een reservewieltje mee leveren. Net zoals bij de auto's, heb je ook een reservewiel. Ja, maar kan u dat dan vervangen? Nou, ik heb gereedschap genoeg en ik heb handige mensen om me heen, dus ja. Yeah. En dan heb ik niks meer te doen. Ja, want ik heb ook in mijn schuur dat ik zelf de banden op kan pompen. Maar als je weet hoe dat ding werkt, ja, dan is het een klein kunstje om het zelf te doen. En ik weet niet hoe dat apparaat werkt. En er staat ook nog een duwrolstoel in de schuur en die willen jullie niet meer hebben. Die was van mijn man. Nou, mijn man die is al meer dan 7 jaar weg. Okay. Maar die had hem uitgeleend omdat hij altijd in de elektrische zat. En die duurrolstoel had hij gekregen voor als we met een auto werden opgehaald. Mm-hmm. Maar ja, helaas. En omdat hij hem uit had geleend, waren we dat ding helemaal vergeten. En dan staat hij in de weg. Maar ja, ik heb hem allemaal voor een goed doel weggegeven, maar hij moet nog opgehaald worden. Ik denk als de gemeente hem niet meer terug wil, dan niet. Ja, toch? Godverdomme.
Ik heb er geen zin in. Nee. Het is ook voor het eerst in jaren dat ik een lekker band heb. Nee, dit zijn ik kijk ook heel goed uit altijd. Maar dit zijn ook eigenlijk banden, er zit een extra laag in. Die gaan eigenlijk bijna niet lek. Ik ben wel benieuwd wat er eigenlijk de oorzaak is. Glas of een spijker of... Ik denk te lang op zachte banden gereden. Oké, ja, dat kan ook. Maar ja, ik heb hem vorig jaar gekregen. Hoe vaak moet je die dingen oppompen? Nou, de bandenleverancier zegt 1 keer in de 30 dagen. Bandenspanning controleren. 1 keer in de 30 dagen? Bandenspanning controleren. Ja. Oh, nou, nooit geweten. Dat heb ik nooit geweten. Dus 1 keer in de maand, zeg maar. Ja. Dat is het advies. Maar ja, ik laat de banden altijd oppompen bij Halfort. Normaal liter gesproken. Hij heeft ook niet zoveel zin, hè? Ja, gaat al. Hij kent mij niet. Ik win altijd. Nee, zelfs mijn kerstboompje die zit er nog op. Nog geen tijd voor gehad om die eraf te halen. Paas is al geweest. Ja, nou ja, is toch gezellig. Nou, even kijken. Ja. Ja, zegt hij. Te lang op zachte banden gereden. Ja, nou ja. Sorry. Als je alles van tevoren weet, is rijk worden geen kunst. Ja, en het is mij nooit verteld hoor. Toch geen één. Ook bij de vorige boosters niet. Er zit hier een extra dikke laag in. Ja? Maar die heeft ook een klein randje. En als je dan te lang op zachte banden rijdt, ja, dan slijt de binnenband. Oké. Maar dan gaan we even voor u regelen. Ja, want ik heb deze pas officieel nog deze gekregen, oh, vorig jaar. Ik ben eerst heel erg boos geweest, want ik kreeg eerst een tropie. Een robuuste tropie, ja. Hij zag er robuust uit, maar hij kwam zijn naam niet na met robuust. Want ik kon het centrum niet uitkomen, hè. Oké. Nee, ik kon er met volle accu's kon naar Albert Heijn. Kon ik gaan pinnen. Kon ik na de FOMAR mijn boodschappen doen. En dan moest ik weer snel zien dat ik thuis kwam. En dan waren de accu's weer leeg. Oké, dat is niet goed. Nee. Ja, en dan heb ik nou de hele winter zo wat mee moeten doen. Ja. Nou, je kon me opvegen, hè. Ik zie zo niet. Je ziet ook niks, het lag alleen de binnenband erin. Ja. Nou, ga op je plek en goed op het kind. Goedemorgen. Oh. En dan wordt het vanmiddag nog erger, het weer. We zijn van het weekend gewoon even verwend. Ja, dat ook. Nou ja, verwend, verwend. Ik heb enkel gisteren eventjes een dunnere jas aangehad. Maar ik vond het nog maar koud hoor, even zo goed. Het is nog voorjaar. Ja, daarom. Maar dan lopen de mensen in een blouseje of een t-shirt met korte mouwen. Lopen ze een hond uit te laten? Nou, dan loop ik in mijn winterjas. Denk ik ook van, wie is er nog gek? Ik of hun? Kijk, het zit er allemaal in. Het is allemaal binnenband. Oké. Jij bent toch al een keer eerder bij mij geweest? Nou ja, ik heb ook bij Jens gewerkt. Ah, en bij HMC. Waarom is dat allemaal veranderd? Want ja, ik had dat lieve Jens. Die zat tenminste hier ook eraf lijn. Ja, maar dat was ook bijna nooit iemand. Nee. Maar daar konden we makkelijker naartoe. Dan heb jij mijn man ook gekend. Vast wel. In die elektrische rolstoel. Volgens mij wel, maar weet je, als ik alle klanten moet gaan onthouden, dat wordt nou, wel heel erg. Dan moet je straks maar even binnen en op een foto letten.
Die is nou even meer in februari. Afgelopen februari was die 7 jaar weg. Zeker. Al die 7 jaar geleden dat hij is overleden. Ja, dat heb ik hem wel gekend. Ja, waarom? Ik ken niet anders. Maar ja, wat ik al zei, ik ken niet alle klanten. Nee. Hij zit met de pest in dat wiel. Gemeen, hè? Hebben deze wielen ook, hoe noem je dat? Dat hebben auto's ook. Ik zei vroeger altijd gewichtjes, maar het zijn geen gewichtjes, loodjes erin. Nee, dat is niet nodig. Oké. Een compressor heb ik in de schuur staan. Dus ik kan zelf mijn banden ook oppompen, maar ik weet niet hoe. En die rolstoel die staat ervoor. En die rolstoel die was van Jens. Nou weet ik het weer. Ik kon niet meer op die naam komen. En dat was een quickie. Zo'n lichtgewicht rolstoel. Basics. Oh, dat mag ook. Waarom loop je zo te zieken? Het had het gewaar in ook. Ja, moeilijk hè? Ja, is vervelend. Ja, als dode dingen de baas zullen zijn, hè? Dan heet het wel eens. Yep. Komt goed, ik win. Dat heb ik ook altijd. Ja. Nee, ik had liever mijn solo 3 hoor gehad. Ja, maar dat wil iedereen. Ja, maar ook vanwege dat mandje. Dit mandje is plastic. Ja, dat mandje van de solo is ook zo stuk. Nee, dat was meer ijzer. Ja, maar dat is even goed zo stuk. Ja? Maar ik heb nooit en hij was dieper. Hij was dieper, groter dan deze. Weet je, iedereen zou een solo willen. Ja. Het is een van de beter geveerde schoenmobielen. Maar ja, elk ding heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Dat was de Rolls Royce, hè? Zeker. De Rolls Royce onder de boosters. Nou ja, en ik heb hem gelijk weer opgesalvaterd, hè. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik heb hem gelijk weer opgekalvaterd. Met de andere tasjes erop, maar de zolen ook. Laat hem zelf terug. Oh, dus je komt niet even mee? Ja, je hebt natuurlijk druk. Ik heb werk genoeg. Ja. Ik wil hem wel terugrijden voor u. Mag je doen. Dan loop ik zo vast ook terug. Helemaal goed. Oh, wat is het koud, mensen. Bah, echt bizar. Maar ja, dan sluiten we weer af nu. En ik zie jullie straks wel weer. Ja, lieve vrienden, wat is het gemeen. Roetje
koud. Mijn vingers doen gewoon zeer van de kou. Dus vanmiddag wordt het wel handschoenen aan. Althans, wanneer ik wegga. Ja. Echt bizar. Ik ben nu met een bakje koffie bezig. Water koken, die kou die staat te pruttelen. Maar in ieder geval, ja, ik zag de banden, dus op de zachte banden gereden. Ja, als je alles van tevoren weet, is rijkwoordig geen kunst. En ik rij lekker op die manier, weet je. Ik moet niet te hard hebben. Nee, het, te zacht is ook niet goed. Ook niet voor mij. Maar ik voelde bij de solo de bestrating dan, weet je. En die heb ik niet gevoeld. Dus dan is het bij mij ook nog niet te zacht of zo. Maar ja, kennelijk wel. Dus één keer in de maand moet ik hem eventjes laten controleren. Ja, moet ik de hoe zei hij dat? De bandenspanning op laten meten. Ja, hoe doe je dat? He, de bandenspanning op laten meten. Hey, ik kan niet weten. Nee. Ik kan niet weten hoor, hoe dat gaat. Waar dat kan. Ik zal wel eens even bij de ex-Halvoortswinkel kijken. Van hun dat weten. Maar ja, ik laat jullie gelijk trouwens hier, want jullie moeten even naar de lader. Ja, echt waar. Dus er is nog twee streepjes. Dus ja, dat dus. Maar ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon verder met wat jullie doen. En geniet een beetje mee. Doei! Ja, lieve vrienden. Ik val hier zo wat om. Ik zit gelukkig op een stoel, maar anders had ik gelegen. Ik ben zo ontzettend moe. Ik denk dat het ook wel aan me te zien is. Ik heb Karin ook al aan de telefoon gehad. En ik zei al, ik ga naar bed. Maar dat is ook alweer een tijdje terug. En ik zit nog. Maar ik heb het geprobeerd. Ik probeer het vol te houden. Maar het lukt me niet. Ik had ook wel tegen haar gezegd van, ik durf niet eens nou weg op de booster. Ik zeg, zo moe ben ik. Ik zeg, en dat hoor je mij toch niet vaak zeggen. Nee, zegt ze, inderdaad. Dus ja, ze gaat allemaal lekker naar bed. Ga ik ook wel doen. Maar ja, jullie weten het. Ik heb altijd koude voeten. Dan ga ik mezelf leggen te schoppen. En dan val je ook niet in slaap. Dus ik ben even met warm water, heet water bezig voor de kruik. En dan ga ik zo lekker met de meisjes weer op bed. Ze zijn vanochtend vroeg al uit geweest. Ik heb ze net in de tuin gelaten. Nou, ze hebben allebei wat gedaan. Een plasje. Dus dan gaan we lekker even twee uurtjes of zo naar bed toe. Ik zet de wekker gewoon. Althans, het alarm. En dat kan ik ook boven met de Google Hub doen. Ik kan het met mijn telefoon doen, dus het komt wel goed. Ik ga lekker slaapje doen even. En dan zien we wel weer. En het is me toch koud. Ik had even de deur open vanwege Rijken die treuzelde buiten. Maar, oh, het gaat je door merg en been. En ja, hij zegt 11 graden, de computer zegt 11 graden. Ik ga even op mijn telefoon nog kijken wat die zegt. Nou, nee, wacht even, hij is nog aan het laden. Nou, kom op. Blijft hij weer ronddraaien. Moet het zo lang duren? Kom op, joh. Het duurt mij te lang, hè? Moet toch zomaar? Hoe dan? Blijf maar draaien. Die stippeltjes blijven maar draaien. Daar hou ik niet van. Ja, hè? Bewolkt, winderig. Het is 11 graden, het voelt als 7. Dus ja, het is niet echt lekker. En regenopkomst staat er onderop. Regen mogelijk deze avond. Doe mijn regenpak aan, zo simpel. Ja, toch? Ja. Maar mijn water is klaar, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van je dag en geniet een klein beetje mee. Ja, je hoeft niet mee naar bed hoor. Nee, dat moet ik kijken. Maar ik kom er vanzelf wel weer tevoorschijn. Ze zeggen tot later. Zo, lieve vrienden, we zijn er weer. Ja, dat had ik toch gezegd. Ja hoor, we zijn er weer helemaal. We hebben weer lekker opgeknapt en lekker weer fleurig en fruitig. Dus ja,
Geen enkel telefoon tussendoor, anders had ik al lang al jullie erbij gepakt. Ja, dat was onze Marcel en die had mij even nodig. Dus ja, helemaal geweldig. En ik ga nou de meisjes uitlaten. En het heeft er net een klein beetje geregend, maar dat maakt niet uit. Toen was ik nog bezig met andere dingen, dus ja, laat maar aan dan. Maar het is weer droog, maar het waait wel als een raket. En het is 11 graden, maar de gevoelstemperatuur nog steeds 7. Maar de wind staat op de verkeerde hoek. En het is echt oh zo koud. En ik heb er net gelachen ook, want ik stond even boven voor mijn raam te kijken. En toen dacht ik, ja, dat koud is, dat begrijp ik en dat weet ik. Maar heb je al ijsberen zien lopen buiten? Ik niet hoor. Maar die had echt een berenmuts op. Ook voor die handschoenen had hij aan. Alsof hij ergens in Alaska zat. Of in ieder geval waar de kerstman woont. Weet ik veel. Waar het sneeuw is. En ijs is. En bitterkoud, nog bitterkouder dan Hero is. Ik weet het niet. Maar ik moest wel lachen. Ik denk, nou ja. Hè? Waarom? Ja, ik kan boven niet filmen. Nee, dat gaat het niet worden. Nee. Kan wel, want Karin die kent dat ook door die folie heen. Maar ik weet het niet. Je ziet jezelf ook dan, weet je. Dat reflecteert. Ja. Maar oké, ik ga mijn meisjes uitlaten. En ik moet, kan ook morgen boodschappen doen, want ik moet morgen weg. Ik moet morgen weer om 1 uur bij de regiobank wezen. Nou, en daar vandaan kan ik boodschappen doen. Dus dat zou ook mogelijk wezen. Dus het hoeft niet echt à la minuut. Nee, doen we gewoon morgen. Ja. Ik laat lekker even mijn meisjes uit en dan ben ik gewoon weer terug. Ik kan lekker een bakje koffie nemen. Etcetera. Ja, komt helemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van je dag en doe het met een lach en tot later. Doei doei. Hey, schoonheid. Leg je lekker te kussen. Met de oogjes open. Hé. Lekker ding. En daar ligt een kleine kruimel. Oftewel, onze Rijka. Hé. Ligt ook zo lekker erbij. En het is net weer, want het regent. Ja, misschien jullie ook het rode lichtje van de camera, ook dat nog. Maar ook is er eentje in ons midden en dat is onze Marcel. Jazeker. Dus als je dan een watertje heeft, die er net zelf even ingeschonken, moet kunnen. Ja. En telefoon zitten te kijken. En ik was even voor Karin wat aan het doen. En dan kwam weer weg. En ik was ook zelf bezig om de vlog van vandaag te delen. En dan moet ik nog een vlog in elkaar zetten. Ja, dus ik heb nog een hoop te doen, of niet dan, Marcel? Ja, zeker. Ja, echt waar. Dus ja, dat gaan we gewoon vrolijk doen. Ik ga nog even ook wat te drinken en inschenken, want ik stik van de dorst. En dan is het horiopjop aan het werk. Dus ik zeg, lieve vrienden, hele fijne liefdevolle avond gewenst vanaf onze kant. Toch? Ja, ja zeker. Ja. En tot later. Doei, doei! Zo, lieve vrienden, het is alweer lekker een bedtijd geworden voor mij. Want het is 4 minuten over 1. En inmiddels ook de 10e van de maand, hè? Heel. Oh, ik zie wat leggen. Dan gaan we eerst even oprapen. Ja. Ja, je moet even wachten, Kandel. Zo. Er lag wat op de grond wat jullie maar niet in het bekje moeten hebben. Nou, kom dan. 1, 2. Goed zo. Ja, zeg me dag allemaal. Lekker ding. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Ja, wij gaan zo naar bedje toe. Televisie is al uit, et cetera. Dus ja, ik heb enkel de computer nog aan, maar ik wil even mijn spel nog even bijwerken. En dan gaan we naar een beetje Verenlakenstraat, een beetje kussensloop. Ja. Hé, ja, kind. Zeg maar dag allemaal. Dus ja, lieve vrienden, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Morgen uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het allemaal.
God die houdt over ons allemaal de wacht, over mens en dier. En daarom zeg ik gewoon, heb plezier en graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.